Ik sta hier met Walter Weber van Cameo, Mr. Video Recruitment Nederland, zeg maar. Dat, zo heet het denk ik wel een beetje gezien. Nou, je hebt waarschijnlijk zere voeten van twee dagen op de stand staan. Dus ik kan je niet vragen naar welke sprekers je hebt gezien, want die heb je waarschijnlijk niet gezien. Maar als je nou kijkt naar alle mensen die bij jou op de stand komen, wat zijn dan de 2-3 dingen waarvan jij merkt, hey, daar zijn ze heel erg mee bezig in het vak op dit moment? Ja, dat is wel echt. Dat is echt super, 2 superdagen hier in Parijs gewoon. Sowieso echt de hele Europese communities bij elkaar. Gewoon, het gaat om HR Tech. Ja. Wat wij zien, ik kan vragen van de mensen op de stand komen, is echt integraties. Ja. Dus eigenlijk doe je alsof je Lego bent. Of ben je echt Lego? Dus kun je echt in andere systemen klikken en kun je goed integreren. Elke bezoeker op ons stand vraagt, met wie zijn je geïntegreerd? Hoe werkt dat? Hoe werken de producten samen? Want het is natuurlijk maar een klein onderdeel van het proces. En het hele proces zit op je ATS, op je applicant tracking system. En wij moeten daar goed mee integreren. Dus dat is echt de voornaamste vraag van iedereen. Integratie. Wat dan meer? Ja, het tweede punt is eigenlijk, vind ik echt, en daar ben ik zelf al gewoon tijdig, ik verbaas me erover dat het gewoon niet is. Is de aansluiting van recruitment op HR. Je ziet ook wel gewoon die grote HR-partijen die recruitment software kopen. Dus dat is allemaal leuk. Maar uiteindelijk zijn nog steeds losse processen. En die twee dingen aan elkaar koppelen. Dus eigenlijk gewoon kijken, de mensen die lang in je bedrijf blijven, een goede carrièrepad hebben, goede doorgroei hebben, waar wordt die eigenlijk oorspronkelijk gerecruit? Dat gebeurt eigenlijk nog te weinig en dat doet helemaal niemand. Maar iedereen heeft er wel behoefte aan. Dus daar gaat echt iets gebeuren, denk ik. Oké, heel cool. Wat mij opviel, hè, kijk. Een congres van een tijdje terug zag je, video is een beetje een standalone oplossing voor recruitment. En ik zag nu bij allerlei partijen, dus ook bij adtech bedrijven die met engagement oplossingen zijn, met onboarding, overal zag ik video terugkomen. Ja. Zeg maar. Dat is echt een brede trend aan het worden. Zag jij dat ook en zie jij nu partijen waarmee jij, los van die ATS'en met wie je traditioneel samenwerkt, ook denk te gaan samenwerken in de toekomst? Nou, het leukste is gewoon dat, ik zeg het al jaren, video killed the radio star. Dus we hebben eindelijk gewoon video, want we hebben webcams en breedband. Wat wil je nog meer? Ja, in Parijs is het soms een beetje shaky. Ja. Maar tegelijkertijd, wat je ziet is dat je inderdaad gewoon zelfs in interne communicatie, onboarding, inlearning, over wordt video toegepast. Want het is gewoon natuurlijk veel beter dan tekst. Ja. En wat wij zien is eigenlijk, waar we traditioneel heel veel met applicant tracking systems integreren, dat doen we nog steeds. Met heel veel plezier. Is dat nu ook steeds meer vragen krijgen van assessment providers. Dat je eigenlijk testen gaat combineren met video. Ja. En dat doe je voor proctoring, dus eigenlijk om te controleren is diegene echt wel degene die de test doet. Ja, dat doe je om te kijken of mensen echt niet alleen maar een bepaald persoonlijkheidsprofiel hebben, maar ook of ze een bepaalde match hebben met de cultuur. Dus assessments en video is ook echt een hele goede match en dat zien we ook steeds vaker. Oké, nou dankjewel. Super. Ik hoop dat je een goede beurs hebt gehad en ik wens je een goede prijs terug naar Nederland. Dankjewel.